Cornald Maas is echt de malle appie van de publieke omroep. Die man kunnen we niet meer serieus nemen sinds hij onthulde dat hij zo graag kijkt naar woningbranden. Het is alleen bij woonhuizen, gek genoeg, niet bij bedrijfsbanden. Hoe bang ik ook ben, ik moet er naartoe. Ik heb foto's in mijn telefoon van branden waar ik ben gaan kijken. Wat is dit voor een doodenge hobby? Er komen mensen om bij woningbranden. Een hele familiehistorie kan in rook opgaan. Waarom maakt hij daar in vredesnaam foto's van? Die bewaar ik. Als ik de hoek omsla van de straat waar de brand is, begint mijn hart heel snel te kloppen. Vervolgens ga ik eindeloos staan turen. Woningen die afbranden, vindt Kornald bijna nog leuker dan het Songfestival. Er was een keer brand in mijn eigen straat, precies op het moment dat de puntentelling van het Nationaal Songfestival bezig was. Toen ben ik in de deuropening gaan staan heen en weer kijken tussen die brand en de puntentelling. Oftewel, die is niet helemaal honderd. Of wordt hij extern beïnvloed? Kornald verscheen gisterenavond in elk geval in shownieuws met iets wits onder zijn neus. Oeps, is hij nou betrapt of is dit iets anders? Storybaas Guido den Aantrekker stelt de kijker gerust. Wij constateerden iets wits in de neus van Kornald Maas, maar we zijn ervan overtuigd dat het een snotje was. Presentatrice Anne-Marie Bruning sluit zich daarbij aan. Ja, nee, dat was een snotje. Guido, dat daar geen misverstand over bestaat. Annemarie, wat fijn dat je dat inderdaad wel gewoon even benoemt. Guido, wij zien alles. Annemarie, ja, precies. Hahaha. Ha, ha.